Waar is... Oh, je gaat toch niet zeggen dat die politie achter zich aan heeft? Stop in! Bro, waar heb je me gelijk in beland, bro? Je zal me gewoon komen ophalen, maat! I know, ook kapot? Hey! Out of here! Hey bro, het is chaos weer, man. Oh bro, waar heb je mij gelijk weer in? Ik was even met iets bezig, man. Nou, hoe is het beter, man? Alles goed? Ja, hoe is het? Ik weet niet of het goed gaat. Ik weet niet of het goed gaat. Kom maar, hoezo? Wacht, leg even uit. Waarom heb je al die politie achter je aan? Bro, ik was gewoon mee bezig. Gaan politie achter me aan. Ja, je kent het wel. Ik was gewoon brak aan het liggen. En ik hoorde al sirenes, hè? Ik heb toch geld nodig, jongen? Oh bro. Ja, geld, dat snap ik, bro. Maar kan je me dan niet even daarna ophalen? Oh, maat. Wat doe je stil, bro? Jij maakt mij automatisch medeplichtig, hè? Met al die bullshit van je. Nee, joh, niks aan de hand, man. Het gebeurt wel vaker, toch? Dit is een stil, man. Oh, je hebt ze wel heel... Je hebt ze wel enkeloes, man. De tering, man. Oh, bro. Hier links, hier naar rechts. Oh, ik hoor ze nog. Oh, daar is die weer. Gaat hij ons vinden? Oh, hij vindt ons weer. Hij ziet ons. Hij fuck! Voor mij komen ze weer achter ons aan. Ik word gek, hè? Ik hoor alleen maar sirene. Bro, maat, ik weet niet wat jij hebt gedaan. Ik weet niet welke officiers en vrouw je hebt gedaan, maar... dat is niet normaal. Ze zijn behoorlijk boos. Okay. Wat dacht je even? Laten we eventjes naar de garage gaan. Ja, wat dacht je daarvan? Dat is een goed idee. Het is ook een opvallende auto. Ja, glimmend ook. En zoals je kaal loopt. Hopje! Maat, laat me maar uitstappen. Nee. Ja man, shit. Goeiedag. Yo. Mooie auto. Dankjewel man. Ja, hij is niet van mij, maar dank u. Je moet gewoon vriendelijk zijn tegen de mensen, man. Wat was u aan het doen? Ik wil naar de car wash. Oh, we worden gezocht door de politie, althans jij wordt gezocht. Je hebt mij zomaar medeplichtig gemaakt. Ik denk dat aan de car wash het laatste is waar je nu aan moet denken. Ja, ik vind het wel belangrijk. Als we op worden gepakt, dan worden we wel opgepakt in stap. Mooie vlucht. Snap je? EP, we gaan de vier wapen halen. We moeten nog die millies terug betalen. Ik weet niet of je dat bent vergeten of niet. Ah, ik ben dat niet vergeten. Je hebt het over die problemen waar jij mij in hebt gebracht. Ja, waar je deels ook toch een beetje. Ja, natuurlijk. Deels, natuurlijk. Ik krijg ook weer deel. Als jij ooit de staatsloterij wint, dat ik ook een deel krijg. Bij jou is altijd deel dit, deel dat. In ieder geval, hier is je wapen. Oh, het voelt zo goed, hè. Het voelt zo goed. Ik ga die van mij nog even pakken. Het voelt zo goed. Ik doe niks. Ik ga gewoon. Oké. Ik wil gewoon een beetje mijn aim trainen. Stel je voor iemand. Ja, een beetje oefenen, juist. Stel je voor, politie komt daar, bro. Ik geef hem in één keer headshot, hè? Ja? Wow, instant gewoon. Instant, man, bro. Eén kogel nodig, bro. Bro, weet je hoe ze mij vroeger noemden, bro? No? Hoe dan? One bullet. One bullet, one dick gewoon. One what? One dick. Wat is one dick? Je kent dat niet. Bro, je hebt nooit in je appartement CSGO gespeeld? Bro, ik zeg gewoon one bullet, bro. Niemand heeft mij one dick genoemd. Ik zeg gewoon one bullet. Luister. Als ze tegen jou zeggen, als jij zegt van, hé, weet je hoe ze mij vroeger noemde? Spits. En dan zeg ik, hoor, die middenvelder. Heeft ook niks mee te maken. Nou, is hetzelfde, bro. Is hetzelfde. Is niet hetzelfde, bro. Maar is goed. Andere positie. We zien weer wie. Ja, laat ook zitten. Kom je even door. Laat je zelf zitten, voordat ik in je voet schiet, man. Hou op, man. Je wil weer schieten hier? Precies op dit punt gewoon weer? Ik wil niks horen over schieten. Niet doen. Zeg sorry. Ik ga geen sorry zeggen, man. Oh, als je schiet, ik blaas hem weg en ik laat jou hier achter. Kies. Ik stap in die auto, man. Bled is. Okay. Weet je wat het is? Peter doet altijd stoer als hij een gun heeft, man. Ik ben stoer als ik een gun heb. Luister, Enes. Wat? Ik zei net tegen hem, ik kan met één kogel... Vroeger noemden ze mij one bullet. Ik kan met één kogel iemand blazen, snap je? Ja. Hij zegt tegen mij, oké, ze noemen jou one dick. Bro, als ik zeg ik heet one bullet, dan heet ik geen one dick. Dat is hetzelfde als dat hij zegt, yo, ik heet mij noemden ze vroeger spits. En dan zeg ik, middenvelder. Dat heeft er niks mee te maken, man. Nee, maar heb jij nooit vroeger Counter-Strike gespeeld of zo, natuurlijk, klein? Nee, bro, Counter-Strike gespeeld, bro. Maar als ik zeg... Hij is bij mij. Als ik zeg one bullet, dan heet ik niet one dick. Nee, maar als hij bedoelt gewoon als synoniem, one digo. Je toch, je geeft iemand one digo. Synoniem, anoniem, hoort mij niet, man, bro. Hey, je fucking one bullet, bro. Schiet me één kogel door je hoofd. Wat dan? Moet ik jou overheen schieten? Grapje. Niet, bro. Zo duizend, bro. Ze moeten even focus zijn. Ik hoor dat er 2 milli en 1 milli valt te halen. Ja? Laten we hostages gaan fixen. Rijden naar die plek. Die OV doen en weggaan. Rind eruit. Geen gezeik, niks.
Bro, ik ben ready geboren. Hey, let's go. Goed, man. Ivan, kun jij je auto pakken? Ja, dat kan ik zeker. Hallo? Hallo. Hallo. Hey, Ivan, waar gaan we die hostages vinden dan? We hebben hostages nodig. Ja, man. Wie is die guy achter ons? Geen idee, man. Misschien moeten we hem houden. Kort achtervolg, man. Misschien kunnen we... Die Ivan vloog wel even, man. Hey, kom, we gaan naar waar mensen auto's kopen en zo, man. Even daar hostages pakken, man. Ivan, ben je cool? Ah, enorm. De auto staat op slot. Ik had hem bijna genakt. Ik moet maar even repacken, sorry. Heb je repack? Ja. Hoe is je auto zo gecrashed, man? Deze guy volgt mij. Hij gaf me volgens mij nog een pit ook. Ja, we kunnen door. Yo, maat, hoe de fuck krijg je dit voor elkaar, man? Waarom, bro? Die man kan echt niet rijden. Hij kan echt niet rijden. Nee, bro, het was die man in die BMW of zo, man. Ja, natuurlijk. Oké, boys, we hebben hostages nodig, man. De car die gaan, Ivan. Volg jullie, man. Maar het moet niet te druk zijn. Hoeveel hostages hebben we nodig? Ik maximaal 4. 2 of 3. Snel. Die man is pakketjes aan het bezorgen. Oh, nee, ik ben een pakketje vergeten, hoor. Laat me dit afhandelen. Speel slim. PostNL. Meneer. Pakketje, hallo. Meneer, hallo. Meneer. Die wil niet horen. Meneer, pas nou op. Meneer, ik had een vraag. We hadden een vraag. Heeft u een pakketje? Een pakketje? Ja, ik ben eentje vergeten, man. Wacht, oh. Ja, kom maar pakken, meneer. Ja, toch? Is goed. Ja, dat was een crash. Kleine crash, meneer. Kleine crash. Ja, joh. Maar alles is goed. Niks aan de hand, hoor. Je kunt het weg vervolgen. Laten wij even binnenkijken. Gaat alles goed met de posten? Gaat alles goed met u? Niks aan de hand. Meneer, heeft u mijn pakketje nog? Ik had er eentje besteld. Ik moet even voor u kijken, meneer. Wacht. Ik heb de weg ook afgezet. Zet hem aan de kant. Oké, zet hem aan de kant. Ik kan even het gebied verlaten. Ik kan het niet vinden. Moeten we het gebied verlaten, bro? Ja, man. Wie ben jij dan met je... Ja, met je Sony kapsel. Nee, jongens, doorrijden, kom op. Meneer, ik ga het maar één keer vragen, hè? Wat gaat u één keer vragen? We hebben er nog één, misschien zit hij daar een beetje. Ik vraag om weg te gaan. En dan daarna kan je mee naar binnen. Oh, jee, hij heeft macht. Nou, Sony, Flodder, als je mij er langs gaat laten, dan... kom op, man, dan kunnen we weg. Niet voor de uitgang staan, dus ja, maar dan kunnen we er langs. Hé, hey, rustig, gaan zo, Flodder, yo! Bro, die... Ik helemaal vergeten dat je Kamarpels... Wat die man... pakken voor Kamarpels. Bro, dit is... Die PostNL is echt safe bij de bel, jongen. Ja, bro. We komen in één keer langsrijden met de sirenes. Maar ik dacht al, waarom is Gamay hier? Maar dat is natuurlijk bij de post van hun. Jullie één gereden, hè? We zijn er teruggestapt. Hey, is die post... die PostNL heeft echt geluk gehad. Ja, man. Wow, ik zeg jou heel eerlijk, hè, jongens. Ik had bijna mijn wapen getrokken, man. Ik zag die tweede Kamar niet, man. Ja, ik ook niet. Johnny Floor, kom in één keer poeder. Ja, maar echt zo. Echt gewoon out of nowhere. Hey. Yo, meneer. Ja. Heeft u toevallig gezien? Wie? Heb je een repair kitje? Oh, repair kit, ja. Die net gebruikt. Kom op, eentje, man, bro. Trouwens, hoe heet je? Nee, ik heb echt niet. Kom op, man, bro. Met een G. Meneer, kan ik u even gewoon normaal groeten, man? Kom op, man. Kom maar op zijn minst even eruit. Ja. Ja, toch? Maat, ga maar in die auto. In die auto stappen nu. In die auto stappen. Nu. Maat, hoe bedoel je gaat voorin? Oké, ga maar voorin. Klootzak. Zeg wel. Rij even een stukje toe. Oké, bro, het wordt tijd om. Meneer, u geen verdachte bewegingen maken. Ook niet proberen te rennen. Want uw brein ligt zo op de straat. Heeft u dat begrepen? Ik blijf zitten. Helemaal niks. Niet helemaal niks. Nou, stap even uit. Oh, ik denk dat je niet heel veel te zeggen hebt, maat. Nee, dat klopt. Ik doe de deur nog voor je open, maat. Wacht. Pak even. Oh. NS, pak even als een. Waarom zeg je mijn naam? Ja, joh, kan gebeuren. Bro, boeit mij niet, bro. Wat zei je? Ik hoor jullie niet. Ga zitten. Bro, moeten we niet even zijn communicatie? Je moet blijven staan. Dat doe ik achterin zitten. Ga eerst achterin zitten. Kom, stap in. Communicatie is afgepakt. Wat zei dat je naast? Gerard met een G. Oké. Gerard met een G. Ik zeg je heel eerlijk. Ik weet niet hoe je anders Gerard zou moeten spellen. Nee, maar ik denk, maak nog even duidelijk. Maar denk je dat het tijd is om zeg maar bij de hand te doen vandaag? Nou, Gerard? Het was een topdag dat ik jullie tegenkwam, maar goed. Nee, het is niet bij de hand te doen op dit moment niet, nee. Nee, oké, beter man. Beter. Ivan, we hebben er vast eentje.
Hoppa, iedereen zijn naam wordt gedropt. Oh ja, maar we begonnen wel mee, maat. Nou, ik zal mezelf ook gelijk voorstellen. Ik ben Peter Piet en doe maar een aanklacht. Niemand houdt mij tegen. Collega I. Ja, ik kan je net goed Ivan noemen. Dingen die David al gezegd. Waar ben je? Ik ben bij Winkel Blokkenpark. Iemand reed vol tegen mijn auto aan. Dus waar zijn jullie eigenlijk? Dan kom ik daar zo. Ja, we zijn bezig met hostages, zeg maar, zoeken voor een overval. We gaan doen. Ik ben even door. Hé, hey, meneer! Kom eens staan aan, jongens. Meneer! Kom op. Ja. Hoe is het? Mijn collega had een vraag voor u. Hij heeft namelijk een repair kit nodig. Alleen zodra hij uitstapt, is zijn linkerbeen een spin erop. Dus daar moet u wel voor uitkijken. Ja, ik kan daar helaas niks mee. Oh. Oké. Okay. Wow, wacht even. Wou je nou dat ik politie ging ontvoeren? Ja, dat is toch handig. Dat is toch handig? Maat, ja, maar dan moet je het van tevoren eerst even bespreken met me. In plaats van zeggen, ja, als mijn collega uitstapt, heeft hij een spin op zijn been. Welke fucking spin heb ik op mijn been, maat? Waar zijn jullie? Ik kom er nu aan. Ja, bro, af en toe moet je gewoon dingen bedenken. Ja, maar wat betekent dat? Wacht even, Ivan. Wat betekent dat als ik een spin op mijn been heb? Wat moet ik daarbij bij voorstellen? Nee, misschien raakt hij dan afgeleid en dan kan hij een keer dat wapen trekken en dan is hij in shock en dan kan hij niks doen. Ja, bro, of hij heeft genoeg tijd om op de noodknop te drukken. Slim doorgedacht. Kijk, Gerard met de G, bedankt. Geen probleem. Ben je wel eens eerder ontvoerd? Te vaak. Oké, het is niet meer zo spannend voor je dus. Nee, ik weet hoe het werkt. Kijk, als je gewoon rustig meewerkt, Gerard met de G, dan is er helemaal niks aan de hand, man. That's the spirit. Ja, toch. Wacht deze gozer wel, man. NS? Ja, ik voel de vibe. Fijn op de oren. Ja, zijn er mensen? Ik zie iemand naar kledingwinkel rennen, man. Kledingwinkel? Kledingwinkel? Ja, laten we naar kledingwinkel gaan, hoor. Oh. Yo. Meneer. Meneer. Yo. Had u het gehoord van gisteren? Yo, bro. Ken ik jou niet ergens van? Maar waarom moet je mij kennen? Volgens mij ken ik jou... wacht even. Kan je masker niet even afdoen? Oké. Volgens mij ken ik jou, man. Ik ken jou van volgens mij... Stap in die fucking auto! Heel snel, bro. Stap snel in. Nu! Heel snel. Ja. Andere kant, ik zit er al. Andere kant! Andere kant! Hey! Niet schieten. Wow, hij maakt mij agressief. Gas. Sorry. Kom maar, Peter. Hij maakt mij boos, bro. Blaas naar human, Ivan. Oh, man. Pak zijn communicatie even af. Hey, pa, op mijn moeder. Ik ga niemand connecten, maar... Neem mijn telefoon hier. Ik ga niemand. Oh bro, je hebt wel een hele stemverving hier. Dit accepteer ik niet. Ja, ik zou ik niet doen als ik ouder zei. Gerard, met de G mag ik nog. Want ik heb het tegen expres tegen een massa. Ja, liever ook zo houden. Zodat jullie weg konden gaan. We gaan op een roadtrip, dat zie je toch? Nee man, dat zie ik echt. Hé bro, hou dan. Hé Gerard, als die gek doet, geef hem gewoon een paar klappen. Ja, je weet niet, dat is een oude kerel kan vallen, hoor. Hé Gerard, je hebt geluk man. Als er straks eentje van jullie eraf moeten, zei je. Wow. Stap je uit? Oh, gewoon, ik hou de wacht. Frisse lucht. Precies, Gerard met de G, ik mag jou, man. Maar, yes, maar wie is dat eigenlijk dicht met die buiten de auto staat? Wie ik ben, bro, vraag je mij om mijn naam. Onprofessioneel dit. Sorry. Oh, waar gaan we nou naartoe? Yo, let's go. Oh, volgens mij is hier al iets bezig. Oh, wow. Hallo. Yo, Gerard. Hier hebben we het andere. Nou, ik denk dat we waren toevallig verdwaald, man. Kom jongens, we gaan weer ervan door. Yo. Gezellig. Nou, dit is, dit pakt er niet goed uit. Oké, heren, stap maar uit. Ik denk dat het, maat, Nee, dat zijn nee, ik zeg het stinkt hier. Nee, Gerard met de G. Gerard met de G is een goede kei. Jongens, ik denk dat het jullie geluksdag vandaag is. En, Was je dit niet over, man. Oké, dan moet je één ding goed raden, man. Oh jee. Je hebt ons net een tijdje gehoord, hoe heet deze guy hier? Voor jou. Je hebt maar één keer tijd om goed te raden. Dat weet ik. Ik weet echt niet, man. Wat hoorde je net heel de tijd in de porto? Juist. Er werd heel de naam genoemd, toch? Ik heb echt niet geluisterd, man. Ik wel. Oké. Jij mag vertellen. Dat is goed. Nu jij. Oké. Wil je van het begin? Ja. Oké. Nou, ik hoorde de... Is het wel slim om dat bij hem of naast hem te doen? Wacht, ja. Moet ik iets verder gaan staan? Ja, doe maar even. Ga maar in de hoek staan daar. Zo. Daar? Ja, met je neppe supreme. Ga maar daar staan. Ja, oké. Goed. Oké. Hoe doe je het ook alweer? Dat is de Leadspeer. Oké. Ja, vertel. Ja. Nou, ik had gehoord, jij... Nee, ik weet niet dat jij dat bent. Ik hoor telkens Ivan. Ik weet niet dat jij dat bent, maar ik hoor Ivan. Dat weet ik niet. Hij weet te veel. Nee, hij weet... Oh. Joh, ik had het net zo gezellig met jullie, man. Man. Maar... Nee, maar ik mag hem, man. Dit is Gerard met de G, man. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om hem te blazen, man. Dit is Gerard met de G, man. Ik wel.
3, 2, 1, een grapje. Oh, wou niet doen. Je bent echt zo zwak vandaag? Hm? Je geeft het wel om hem. Ja, geef elkaar een knuffel. Oh, wat is twee dit? Kale mannen die elkaar een knuffel geven. Niks. En hoe heet hij? Weet je dat ook? Wie? Ja, die andere. Kali, hè? Niet ik, maar die andere. Met die hippiebroek. Ja, met die hippiebroek. Ja, daar werd nog een naam genoemd. Eén keer toen ik jullie zag. En Nes was dat. Oh. Het komt allemaal door jou. Wat komt door mij? Heet hij? Dat weet ik niet. Ja, wat telkens hoorde is P, maar ja, ik kan niks van P maken. Ja, P kan zoveel zijn. Wow, yeah. Hij is oh, ik weet wel. Je hebt jezelf voorgesteld aan mij. Oh nee. Wat dan? Oh ja, klopt. Tering, sorry. Wat was het? Wat was het? Peter. Paul, sorry man, Geert. Oh, nee, niet wat? Gerard, man. Wat de fuck doe je? Hey, dan niet, moet hij bro. Dan moet hij ook eens, bro. Sorry man, ik hoop dat je geen kinderen nee, hebt. Nee, bro. Hij hoeft niet, hij heeft dat heel gezien. Bro. Oh, jongens, we moeten eraf. Fucking Gerard, man. Gerard, ik mocht Gerard, man. Hij weet te veel, man. Aino, ik had dit niet moeten doen, Gerard. Maar misschien kan Gerard nog gered worden. Oh, dat denk ik niet, maat. Die heeft een kogel door zijn hoofd gegeven. Oh, maar hij wist al onze namen, man. Dat betekent geen hersenactiviteit meer. Bro, het moest, man. Het moest. Ik doe dit lang genoeg om te weten dat hij dood is, bro. Jammer van je. Echt jammer. Had ik niet verwacht. Niet verwacht, maat. Je wou hem ook eraf halen. Ja, maar mij boeit niet. Ik heb geen band met hem, hè, wel. Ja, maar band, bro. Je weet, maar hart is ijskoud, man. Ja. Oh, ik voel me niet. Wacht even. Stop ergens die auto. Ik moet kotsen, man. Gerard met de G, man. Wacht. Ik ga je ergens heen brengen. Dan kan je aan hem denken. What the fuck, kijk wat je hebt gedaan. Man. Trouwens, ik had nooit die secondenlijn moeten vastpakken en mijn telefoon, maar hij zit aan mijn klauw vastgeplakt, man. Tering ze. Oké, hoe ga ik dit beginnen? Gerard, waarschijnlijk zal die man horen of is hij nog denk je aan het vechten voor zijn leven? Ik weet het niet. Ik denk hij is nog aan het vechten voor zijn leven, man. Oké, Gerard, luister dan. Soms doen mensen dingen die ze niet bedoelen om te doen, maar ik krijg stress, man. Ik denk, je weet te veel. Misschien ben je undercover. Ik heb veel dingen meegemaakt, man. Gerard met de G. Ik heb heel veel dingen meegemaakt, Gerard. Heel veel mensen die ik niet kon vertrouwen. Mensen die je dacht te vertrouwen, maar uiteindelijk geven ze je sneller aan als een kind bij zijn geboorte bij de gemeente. Dat gezegd te hebben, het spijt me, man. Het is in een split second gebeurd. Welke motherfucker rijdt er door onze speech heen? Oké, sorry, ik raak even mijn focus kwijt. Gerard, weet je, soms maak je beslissingen in een fractie van een seconde. En een trekker overhalen, dat gebeurt ook in een fractie van een seconde. Als ik er misschien 20 seconden later over, of langer over, als ik... Hoe ga je? Niet houden. Als ik er 20 seconden langer over na had gedacht... Ik verman mij ook. Oké, niet huilen dan, bitch. Praat met je chest. Gerard, fuck you, Gerard. Nee, niet zo. Ik heb het over mijn chest laten van uit je gevoelens, maar niet huilen. What the fuck? Oh. Is dat je zorgen had als van Gerard? Nee. Sorry, Gerard. Luister, als ik 20 seconden langer de tijd had, Gerard, dan had ik een andere beslissing gemaakt. Dat weet ik nu. Maar ik kon niet anders, man. Er was te veel druk, te veel spanning, alles liep mis. Want allemaal de schuld is... Het is uiteindelijk allemaal de schuld van deze guy. Als je van boven kan kijken, het is jouw schuld, ja. Het is jouw schuld. Helemaal niet, hij ligt. Nee, hij ligt niet, bro. Als je iemand in zijn slaap gaat jagen, moet je op hem jagen. Dit is allemaal zijn schuld. Nou, niet meer aanwezig. Ivan kan het zelf gedaan. Jij hebt de trekker gehaald. Maat, als ik in deze stad kwam zonder... Bro. Als jij de stad in kwam, ja? Of als ik de stad in kwam... En jij had zeg maar niet een schuld van 1 miljoen die wij terug moesten betalen, waardoor wij Human Left moesten bestelen, waardoor ik in mijn knie ben geschoten. Jij hebt trekken overgehaald. Ja, maar de aanleiding. Jij bent de aanleiding. Wacht even. Heel deze situatie, wacht even. We zijn hier om Gerard te herdenken, niet om ruzie te maken, jongens. Maar wie de fuck is Gerard? Gerard die ik net heb door zijn kop heb geschoten, die kale neemt. Dat is Gerard. Gerard met de G. Gerard was gewoon een hostage, maar Gerard was een aardige hostage. Gerard was een speciale hostage. Was een speciale hostage, man, maar hij wist te veel. Bro, weet je wat, einde van de dag, bro? Misschien was het wel een goede keuze, ja? Hij wist Ivan zijn naam. Hij heeft alles onthouden, man, bro. Hij wist NS en hij wist zelfs dat ik mezelf Peter Piet heb genoemd. Hij wist zelfs achternaam. Kijk, die andere, hoe heette die andere guy ook alweer? Ja, dat weet ik niet eens, joh. Die is niet eens. Ja, dat boeit me ook niet. Maar Gerard wist te veel. En sommige mensen... In korte tijd speciale band, man. Ja, man, maar misschien is het ook... Bro, misschien is hij gewoon beter af nu. Ik weet niet. Misschien voelde Gerard zich gewoon niet lekker, man. En was dit misschien... Misschien dit had zo moeten gebeuren. Gerard moest eraf, man. Oké, één vraag. Ja. Heb je hem wel door zijn hoofd geblazen? Maar dat heb je toch gezien? Heb ik niet verteld hoe ik heet, bro? One bullet. One dick. Oh, maat.